Tips vanuit de samenleving zullen worden gebruikt als oplossingsmodellen voor een betere doorstroming van het verkeer als gevolg van de sluiting van de brug over de Saramaka-doorsteek. Minister Riyad Noor Mohammed zei eerder deze week aan journalisten dat hij zelf ook polshoogte van de situatie neemt en met andere ideeën komt om het verkeer beter te laten stromen. De oplossingen zijn van tevoren bedacht door de politie en die zijn geïmplementeerd. Maar je weet ook, in dit gebied zijn er verschillende bypasses ook. En persoonlijk ben ik geen voorstander om in woonbuurten drukte toe te laten. Want je weet, woonbuurten zijn kinderrijke buurten. Je zorgt voor gevaar en dat. Dus persoonlijk ben ik geen voorstander. Dus daarom gaan we luisteren naar de tips die mensen zelf hebben. En kijken waar het redelijk veilig is om dat wel toe te staan. De minister meent dat het wel even gaat duren voordat de samenleving wendt aan de nieuwe verkeerssituatie door sluiting van de brug. Hij stelt dat de politie ook moet inspelen op de manier waar passagiersbussen door de nieuwe verkeerssituatie moeten rijden.